Yo, welkom bij deze nieuwe video op mijn YouTube kanaal. En we gaan wel lekker Fortnite spelen en ik heb geen idee waar ik heen ga. Gaan we gewoon weer hier eruit? Ik weet niet waar iedereen eruit gaat. Retail Row, of we gaan gewoon naar Frenzy Farm, weet ik veel. We gaan gewoon naar Frenzy Farm. Volgens mij gaan er redelijk wat mensen naartoe. Moeten we dan nu al jumpen? Ja, we gaan nu al lekker jumpen. Lekker jumpen. Even kijken, er is eigenlijk maar één big huis. Ja, je hebt daar een farm, of ik bedoel een barn en zo. Maar we gaan met z'n allen naar dit dikke huis, of niet? Of wel? Geen idee. Ik wil wel proberen om steeds op hele drukke plekken te gaan, zodat ik ook mijn fighting skills, mijn skills met de guns, met de gunnoes, misschien wat beter kan leren, want ik weet het niet. Ik vind het nog heel moeilijk en ik ga ook vet snel dood en zo. Huh! Fuck me, kijk daar heb je het al. Oh, fuck. Zie je, ik heb totaal geen idee hoe ik moet omgaan met zo'n situatie. Dus ja, ik denk, af en toe kijk ik dan naar een Royalistic of zo en denk ik van, gosh, hoe kun je zo goed zijn? Maar ja, ik speel het net voor de tweede, derde keer of zo. Dus ja. Ja, het is toch iets anders. Even kijken, waar gaan we heen? Waar gaan we heen, guys? We gaan gewoon denk kijken waar heel veel mensen eruit springen of zo. Als ik echt zelf gewoon ga spelen, dan meestal ga ik gewoon naar een hele rustige plek. En uiteindelijk zit je te wachten tot je eigenlijk met weinig mensen bent. En dat is niet iets wat ik wil. Daar leer je niet zo goed van, denk ik. Dus ik denk dat dit gewoon verstandig is om gewoon naar plekken toe te gaan waar het heel, heel druk is. Zodat ik ook echt die snelle reflexen moet gaan leren en gaan toepassen. Van, oh fuck, daar is iemand. Snel, pak hem. Haal hem neer. Dus ja. Ik wilde proberen dat mezelf aan te leren, maar dat komt vanzelf wel. Het is gewoon een kwestie van lekker veel spelen. Dus dat komt vast wel goed. Maar voor nu ben ik nog eventjes fucking slecht en een enorme noob. Nou ja, dat mag ook, hè. Je mag ook gewoon noob zijn. Je hoeft niet overal goed in te zijn en dat kan ook niet uit het niets. Even kijken, we nemen die pot mee. Even zo snel mogelijk zoeken. Kijk, dit is een tactical shotgun, die is wel lekker. We horen mensen lopen. Dus we moeten goed oppassen. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen op dit moment. Oh. Kijk. Hij had alleen een pistool. Zag je dat? Hij had alleen een pistool. Ik denk dat deze nog chiller is. Kijk, en dit is dan zo'n... een andere shotgun. En ik wil eigenlijk... Oh, ik wou dat ik die skills op meer had, dat ik heel snel kon swappen met alles. Holy fuck. Jongens. I'm a little bit scared. I'm a little bit scared, but I think je went outside. Oh, er is een haai. Waar is die gast dan? Ik weet het niet. Kan ik bouwen? Heb ik building blocks? Building blocks! Dit is geen Minecraft. Jezus! Doe normaal. Waarom gaat het halve gebouw weg? Ik snap het niet. Volgens mij zit hier een bot bovenin. We gaan even checken. We gaan even checken. Ah, look at that. We springen gewoon naar beneden. Tering houden, noob. Dat was sowieso een bot. Maar oké, we gaan nu even snel die grote pots innemen. Ik was net eventjes stil om te luisteren of ik nog voetstappen hoorde. Kan ik die twee keer? Ja, twee keer. Dan heb ik volledig shield. Dat is wel dik. Ik zie een blauwe gun. Blauwe guns zijn volgens mij beter. Volgens mij zijn blauwe guns beter. En die pistool. Oké, het gevaar is nog niet geweken, guys. Guys, het gevaar is nog niet geweken. What the fuck? We hebben wel al twee kills gemaakt. Dat is super dik. Maar waar is iemand? Volgens mij kun je dat toch aan je scherm zien waar iemand is of niet. Ik hoor iemand hier beneden. Kut. Lelo. Pak de shotgun. What the fuck? Deze gast is ook goed. Fucking hell. Hij is fucking goed. Nee. What the fuck. Zag je hem gaan? Zo jumpen, springen, bouwen, alles. What the fuck, man. Wow. Dit is echt niet leuk. Ik wil ook goed zijn.
Ik wil ook goed zijn. Yo guys, ik zag dat ik een opdracht had. Use different ziplines at the authority. 8 ziplines. Dus ik denk dat we naar de authority gaan en we gaan kijken of ik deze kan fixen gewoon. Ik moet 8 verschillende ziplines doen en dan krijg ik 14k... Nee. Dan krijg ik gewoon shit of zo. Ik dacht 14k XP, maar dat is van de bovenste. Ik weet niet wat dit precies is. Quick challenges. Maar we gaan even kijken of ik hier 8 ziplines kan gebruiken. En dan heb ik gewoon een challenge gefixt. XP. Ah, ik ga weg. Ik weet niet meer, wat was het met die ziplines? Maar in één keer is dat ding weg. Kijk, oh, hij staat hier wel. Use different ziplines, dat dingetje. Yo. Oké. Shut up, hou je kop dicht. Gewoon je kop dicht houden, ha. Ik ben fucking slecht, want ik ben nu alweer low level. Dat is wel kut. Ik bedoel, low health, low HP. Nou, open die shit. Ze hebben een helikopter gejat. Zag je dat? Hoor je dat? Helikoptertjes, loesoe. We gaan kijken dat ik die ziplines kan fixen. Even kijken. Meer kan ik niet. We pakken... Holy moly! Holy moly! Nee, hij knokt me daar instant. Nee, meen je dit? What the fuck? Hoezo ging ik zo snel? Ja, ik was al low HP. Ik vind het eigenlijk niet leuk. Maar kijk hoe lang mijn potjes duren. Nog geen 5 minuten, man. Doe normaal. Nice video, do. Nice video. 10 potjes in 1 video. Bam. Nou, daar zijn we dan weer. Gaan we nog... Ik weet niet. Ik denk niet dat ik maar naar de authority toe ga, want het is niet normaal hoe moeilijk dat is. Find Deadpool floaties at the yard. Zullen we dit gaan doen? Oh, dan moeten we hier eruit. Oké, we doen deze wel. Wat is dit? Kut, ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is. Nou ja, we kijken wel als we op de grond zijn. Ik moest hier beneden wat doen. Dus we gaan even checken of ik hier dan die mission kan doen. Ik heb geen idee hoe het zit. Oh, dit is gewoon een oude wijk of zo. Is dit niet die ene wijk? Ik heb geen idee. Volgens mij wel, ja, dat dit die ene wijk is. Maar enter... Ja, gast, weet je hoe ver weg dat is? Ik ga wel een keer naar die vault in die corner toe. We kunnen wel een keertje kijken of we dat misschien nog kunnen doen, deze video. En anders gaan we wel de volgende video naar die corner of zo. Moeten even checken. Wat moet ik doen? Goal? A goal on the soccer pitch. Oh, we moeten een goal maken. Oké, okay, zullen we eerst even kijken voor wat ammunition. Wat gonus. Wat gonus. Gonu. Oké, we hebben zelfs een kleine shield. Small shield pots. Dat is ook wel lekker. En dan gaan we dadelijk even een, kijken hoeveel challenges we kunnen doen. Dit is wel echt een kutwapen, want dit is zo'n burst gun. Dus dan kun je zeg maar een paar keer mee schieten, zo brrr. En niet aan één stuk doorknallen, dus dat is best vervelend. Oké, we hebben wel nice. Oké, hierboven zit dus een dingetje. Kijk, wat ik wel weet. Nice, ik sloop gewoon de hele chest en kijk gewoon wat erin zit. Even kijken, sorteren. We pakken deze en die zo. Ja, prima. En nu moet ik opletten, ik hoor allemaal mensen die zijn hier in de buurt aan het kutten. Dus we moeten goed om me heen kijken. Oh, kijk, daar is iemand. Oh, nice. Iemand anders heeft hem genakt. Fuck, ik moet weg, ik moet weg! Nee! Nee! Gast, ik wil alleen maar een goaltje maken. Alleen maar een goal. Kijk, dit is de reden waardoor ik ga spelen zoals ik normaal doe. En dat is super smichterig in het huis zitten. Bij ieder geluidje wat ik hoor gaan kijken hoe het zit en wie of er iemand is. Dat doe ik normaal, maar ik probeer juist gewoon open te zijn en gewoon in de aanval te gaan. Want normaal zit ik echt vanaf de eerste stap die ik in deze map zet, zit ik als in de verdediging. Dus ik vind het echt heel moeilijk van... Je gaat constant dood. En dus er is een manier hoe je niet constant dood gaat. Alleen dat is campen en niks doen en wachten. En bij iedere enemy die je hoort wegrennen.
Dus ja, het is een beetje lastig. Ik probeer er overheen te komen dat ik niet iedere keer bang ga zitten campen in een hoekje van het huis. Tot er eindelijk maar 5 mensen over zijn. En tot mensen mij gaan zoeken. Dus het is wel lastig. Ik vind het wel heel enorm lastig. Maar we gaan het nog een keer proberen. Waarom niet? We gaan het nog één keertje proberen. En misschien gaat het deze wel goed. En zojuist heb ik ook 2 kills gemaakt of zo, net in een ronde. Dus dat was op zich wel nice. We zijn terug, jongens. We geven niet op. We geven niet op. Ik ga hier gewoon met die vraagtekens eruit, omdat ik dit gewoon nog niet... Ik ben hier nog nooit geweest. Dus ik ga hier gewoon eruit springen. En we gaan nu gewoon doen. We gaan gewoon kijken hoe ver we komen. We gaan even geen challenges meer doen. Ik denk dat ik maar in mijn eigen... Buiten de opnames misschien wat challenges moet gaan oefenen. Oh ja, ik wou die cut vault nog. Ik wou nog enter the catty corner vault wou ik gaan doen. Maar dat doen we maar de volgende keer. Want ik denk dat we heel veel... Ja, kijk, zie je? Het is veel te ver weg. En wie is allemaal hier? Er zijn allemaal mensen hier. Fucked up. Fucked up, ik ga zo huilen. Ik ga weg. Ik wil hier dit platte huisje. Platte huisje? Ik wil gewoon dit huisje pakken. Oké, grenade. Grenades, we hebben grenades. Doe die deur dicht. Gunnen. Nice, we hebben een gun. Oké, we hebben shotgun. We got die shotgun. Er is iemand die probeert hier naar binnen te komen, dus... What the fuck gebeurt hier? Waar is die gast? Oh, die probeert hier te slopen. Hij is boven! Hij is boven, waar is hij dan? Hij schiet door de muur heen. Oké. Ik weet nog niet of dit een bot was of niet. Ik heb geen... Er is nog iemand, Weg. Oh, zag je dat? Geëlimineerd. Op je muil. Maar nu heb ik wel attentie een beetje getrokken. Dat mensen hier naar gaan kijken, maar ja. Oké, nice. Oké, ik wil even heel snel een beetje mijn shit orderen. Heel snel en daarna gaan we verder. Kijk, want deze hoef ik niet mee te dragen. Oké, ik ben niet... Er komt nog iemand aan. Oké, er komt iemand aan. Nee, kijk hoe snel ze zijn. Ik ben zo fucking langzaam. Oh nee, dit is zo ellendig. Fucking hell. Dit was geen bot. Nee. Guys, I tried. Ik heb het weer geprobeerd. Een aantal rondes lang. Een aantal, hoe je het ook noemt, potjes geprobeerd. Solo. Het lukt me niet. Ik vind het best lastig. Misschien dat ik een keertje duo kan gaan doen met gewoon een stranger. Dat kan ik in principe ook wel doen. Maar ik moet eventjes kijken. En ik moet het misschien ook wel gewoon meer in mijn vrije tijd gaan doen. Dit is ook mijn vrije tijd bij buitenopnames. Ik vond het tof dat jullie hebben gekeken naar deze video. Bedankt voor het kijken. Ondanks dat ik fucking noob en slecht ben. Weet je, ik wil ook graag beter worden. Dus als jullie tips hebben, laat het me weten. Laat het me zeker even weten. En dan probeer ik die tips mee te nemen in een volgende video Fortnite. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet eventjes niet de video te liken. Ook nog leuke comments zou top zijn. Leuke reactie, tips, whatever. Maakt mij niet uit. Zou ik super tof vinden. En ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Abonneer dan zeker even op dit YouTube kanaal. En vergeet ook niet dat belletje aan te klikken. Zodat je geen enkele video mist. Kijk, dat is wat je wilt toch? Geen video missen van mijn awesome content. Ja, ik moet alleen maar beter worden in sommige spelletjes. Maar dat bij, met tijd leert men, zeg je toch altijd. Zoiets. Ik moet even rechtop gaan zitten. Jeetje. Maar... ja, bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Tjallas.